Melvin, hoe oud ben jij? 29. Oh mijn god, heb je me echt gemist. Dag dames en heren, u bent weer terug bij de Tros op Nederland 2. Weet u het nog? De eerste maanlanding op tv. Er waren mensen die niet konden geloven dat het echt was. Terwijl jongeren afhaken en alleen online kijken, is de vraag hoe lang het traditionele medium het nog volhoudt. Reden te meer voor een nostalgische terugblik. Ik had een fan en die stuurde altijd foto's die hij maakte vanaf het beeld, hoe verzin je het. En dan zat er altijd zo'n bloemetje naast me. Zo'n biedemeiertje, zo'n klein bloemstukje. Ik heb zoveel foto's met van die rare bloemstukjes naast me. Ik kan me nog herinneren dat wij geen televisie hadden. En dat ik bij de buurjongen door het raam naar de televisie stond te kijken. Dan hadden we nog helemaal geen televisie. Ik woonde vroeger in Soestdijk, toen bestond Soestdijk nog, nu is het Soest. En wij waren op de Stadhouderslaan een van de eerste die televisie hadden. En ik vond het geweldig. Mijn oma, de moeder van mijn vader, woonde toen bij ons in. En die ging 's middags al klaar zitten bij het testbeeld. Ach ja, dat waren mooie dingen eigenlijk. En toen kocht mijn moeder een zwart-wit beeldje, een kleintje. En dan had je alleen Nederland 1, dacht ik, en Nederland 2. En voor de rest had je niks. Daar komt schiepertje, daar komt schiepertje. Ik herinner me wel Mies. Zwiebertje en Dappere Dodo en de Verrekijker en Tante Hanny, hè? Joehoe, en maar zwaaien. En al die kinderen terugzwaaien. Ja, totaal zinloos, maar vooruit, het was wel, ja, dat was wel wat. Mensen bleven ervoor thuis, ook de avondprogramma's. Televisie was heel magisch. Het was spannend, wat komt er weer op? Nou, dan ging je toch zitten kijken. En dat beeldje was zo klein. Boy, the way Glenn Miller played. Songs that never hit. Guys like us, we had it made. Those were the days. And you knew where you were then. Girls were girls and men were men. Mister, we could use a man like Herbert Hoover again. Mijn schuin overburen was Herman Kuiphoff, de presentator van Sport in Beeld. Morgenmiddag en morgenavond is het Tros weer voor u. Door die overbuurman, Herman Kuiphoff, ben ik bij de televisie terechtgekomen. Want ze hadden iemand nodig voor de lottoballetjes. Dat was wat. Dan zat mijn latere oude baas bij de NOS. Die zat dan op de grond aan mijn knieën en die zette de blokjes voor meneer van de lotto. En ik zat maar van 23 en het reservegetal 35. En dat was gewoon op de vloer van Sport in Beeld. Ja, dat was geweldig. Ik heb het een half jaar gedaan en toen werd ik door de Tros gevraagd. Even voor 9 begint Swinging Scheveningen. Een muzikaal en vrolijk showprogramma vanuit het Circus Theater. Zo lief. Weet je, omroepster was een visitekaartje. Eigenlijk was het logo overbodig. Want zonder dat logo wist je ook wel welke omroep eruit stond. Dag dames en heren, u bent weer terug bij de Tros op Nederland 2. Over enkele ogenblikken kunt u gaan kijken naar de eerste aflevering van Te Land, Ter Zee en in de Lucht. Ik heb wel eens geringschattend gezegd van we lezen de gids voor. Maar dat was het ook eigenlijk wel een beetje. Je veranderde de tekst een beetje. Dus de eindregisseur kruiste even het woord aan waarop hij het programma moest starten. Dus je kon niet ineens nog een tussenzinnetje erin gooien of anders eindigen dan dat je afgesproken had. Alles moest exact. Vanavond, Trosavond. En het was live en het was zonder autocue. Goedenavond, dames en heren. 5 programma's vullen uw Tros zondagavond. Het is eigenlijk onvoorstelbaar, hè?
Eigenlijk was het slechts betaalde baan van Nederland. Maar ja, iedereen zag je. En het was ook zo, we maakten natuurlijk ook wel eens fouten. En dan dacht ik zelf altijd, maar misschien heeft niemand het gezien. We hebben heel veel netten, maar wij kijken niet naar alle netten. Een beetje wat spelprogramma's, een beetje informatie. En dat is eigenlijk wel het nieuws. En voetbal en motorsport, dat kijken we dan wel. Maar voor de rest niet zo heel veel. Onze dochter doet het natuurlijk al heel lang op de iPad kijken. Niet meer echt vaste programma's, maar gewoon kijken wat ze wil, wanneer ze wil. Dat doen we eigenlijk zelf ook al een klein beetje. Nieuws kijken om 10 uur bijvoorbeeld, van 8 uur. En dan zeggen we, ik vind er niks aan. Nou, dan zet je hem uit en niks aan en dan zet je hem uit. Ik kijk nu zelf maar amper nog televisie, eerlijk gezegd. Ik vind televisie ook niet zo boeiend meer. Er is me ook te veel. Ik kijk zelden live. Terwijl vroeger gingen dus hele straten, die zaten gewoon al klaar voordat een programma begon. Het was toen ook stil op straat. Iedereen keek naar hetzelfde programma. Je had maar 2 netten, geen afstandsbediening, dus je moest op en neer naar de televisie lopen. Dus je bleef vanzelf wel kijken. En iedereen had het er de volgende dag over. Hè? Dan had iedereen wist waar het over ging. Dan wens ik u een prettig weekend en graag tot morgen.